ja, het verbaast me hoeveel impact corona had op mijn lichaam. Want ik was, ik fietste veel, ik wielrende veel. Zeker ook in quarantainetijd. Op een gegeven moment ging dat ook steeds moeilijk, omdat je steeds minder energie had. En ik sliep slecht, omdat ik kon gewoon niet slapen van de benauwdheid. Ja, de trap op, dat was al, het was eigenlijk al een probleem aan het worden. Ja, en toen ben ik ook echt gewoon, heb ik me eraan overgegeven en ben ik op de bank gaan liggen. Maar ja, het was gewoon helemaal weg. Mijn benen waren, was er niks meer van over. Ik gewoon mijn spierkracht gewoon helemaal weg. En daar heb ik tot de dag van vandaag nog steeds wel, voel ik daar de impact van. Afgelopen weekend bijvoorbeeld was het best wel warm. Ging ik weer fietsen, maar ja, mijn longen ik heb gewoon veel minder longinhoud, lijkt het wel. Ja, het is best wel confronterend. Dat is de eerste keer dat ik echt met zoiets werd geconfronteerd, met zo'n ziekte, dat je het zoveel impact heeft op je lichaam en dat je lichaam daar zo van kan aftakelen, als het ware. Wat ik nu vooral ook in mijn eigen kringen merk, is dat mensen het vooral echt negeren. Bijvoorbeeld, ik werkte voor mijn werk, nu werkte ik in de horeca. Ja, voor die mensen van mijn leeftijd die daar werkten, dat was gewoon geen werk. Nu werken ze weer en het is super druk, want heel veel mensen gaan nu naar de horeca. Tegelijkertijd denken ze ook van ja, het is weer zoals het was en laat maar lekker zo. En ik denk niet meer aan die tijd, want voor hun was die tijd ook gewoon heftig. En je wilt zelf ook niet zo die zeurige persoon zijn van jongens, kijk nou uit. En dus ik vind het ook heel lastig om daar zeg maar iets van te moeten zeggen. Of het is een hele lastige situatie. Ja.